Nu gaan we een compriband plakken in het kozijn. Laat hem hier 15 tot 20 mm uitsteken. Dit is compriband wat zo door de warmte tot 3 cm dik gaat uitzetten. En het zorgt ervoor dat je een luchtdichte afdichting krijgt met buiten en binnen. Het is belangrijk dat het hier uitsteekt en dat je het niet om de hoek plakt. Als je het om de hoek plakt, gaat hij hier krom staan en krijg je kieren. Dus hij moet hier recht staan en aan de andere kant komt hij hier tegenaan. Aan de buitenkant van het kozijn ongeveer. Zo ver mogelijk tegen de voorkant aan, want hier wordt hij zo vastgezet en dat je hem niet meeschroeft. En als je hier straks een stelblokje onderzet, dat hij niet het compriband indrukt. Dit is heel belangrijk dat deze goed dicht zit, naar elkaar toe. Geen kieren en netjes om het compriband plakken. In de zomer moet je dit iets sneller doen, want je ziet al dat het uit gaat zetten. Het is gecomprimeerd. Als het buiten 30 graden is, dan heb je maar 5 tot 10 minuutjes voordat hij helemaal uitgezet is. Een tip: als het buiten heel erg warm is, leg het compriband dan 's ochtends thuis in de vriezer. Dan heb je wat meer tijd om het compriband aan te brengen. We zetten hem aan de onderkant eerst erop, op de raamdorpelstenen. En hieronder zit het muurrubber. Til hem zachtjes op dat het muurrubber naar buiten gevouwen wordt. Dat doen we ook aan de zijkanten. Hier zie je het rubber heel mooi netjes omgaan. En dan gaan we hem rustig doorduwen, dat hij erin past. Nu zie je aan de bovenkant ook netjes het lood uitsteken. Dus dat het water altijd over het kozijn wegloopt. Daarvoor hebben we het kozijn ook iets naar achter geplaatst. De oude verflijn is hier aardig weg. Dat staat wat netter, maar hij gaat straks nog iets naar binnen. Hier heb ik een stukje profiel om te laten zien hoe de onderkant gaat. We hebben het compribandje erin geplakt. Dit is zo de onderkant. Hij staat er zo in. We willen het kozijn 5 mm uitvullen. Daarbij is belangrijk dat we het blokje niet zo doen, want dan kan de compriband niet meer uitzetten. Dus het blokje zal altijd, het liefst tegen het compribandje aan. Als die uitgezet is, kan je hem heel makkelijk er tegenaan zetten. Dus die moet altijd zo steunen. En het kozijn altijd 5 mm aan de onderkant, links, rechts, boven. Die ruimte moet hij hebben op die blokjes. Dus dat is belangrijk. De blokjes worden onder de stijlen aangebracht. Dus hierheen, hierheen, hierheen. En we doen ongeveer 15 à 20 centimeter uit de hoek. Komt er eentje hierheen, hierheen. Uit deze hoek ook en uit deze hoek ook. Is dit groter dan 60 centimeter, zal er ook hier weer tussen eentje moeten. Het kozijn hebben we er nu ingezet. Het staat nog helemaal los verder, nog niet vastgezet. Aan de onderkant hebben we de blokjes aangebracht. Wat we nu als eerst doen, is dat deze kier gelijk is aan deze kier. Als we nu kijken, zien we hier het rubber netjes het muur volgen, maar wel een grote kier. Aan deze kant zit die heel strak. Dus nu zou het kozijn een klein beetje die kant op doen. Doen we van binnenuit met een klein koevoetje. Ja, gaat hij af. Gaat hij af. Ja. Ja. Ja, maar doet hij jammer. Dus straks deze wat strakker schroeven. Ja. We hebben hem nu al een klein beetje omgetrokken. Schroeven we deze kant straks wat strakker aan, dat hij nog iets verder omtrekt. Dat hij even wijder in de gevel zit, gewoon omdat het mooi is en omdat het zo hoort. Nu gaan we als eerst de onderkant waterpas zetten. We trekken hem strak tegen het stijlkozijn aan. Dus dat is wel belangrijk. Daar mag je ook een klem voor gebruiken, een lijmklem die je erop zet. Kijk uit voor het beschadigen van, van het kozijn. Ja? Ja, kom maar. Nee, hoeft niet.
Aan de onderkant zetten we hem anders vast, omdat we hier eigenlijk niet in willen boren en schroeven, omdat hier water kan komen. En dat loopt hierin en gaat via het afwateringssysteem hier weer naar buiten. Daarom willen we hier geen gaten in de onderdorpel maken. Wat we hier doen, we gebruiken hier een 4x70 schroef, die is maar 4 mm dik, zetten we in de glassponning en daarmee zetten we aan de onderkant het kozijn vast. Daardoor is de kans op lekkages aan de onderzijde nagenoeg nul. We beginnen altijd met de onderkant waterpas. Pas als die helemaal waterpas staat, schroeven we de onderkant helemaal vast. Waar we ook naar moeten kijken is dat hij niet bol staat, dat het kozijn zo rond staat. Maar zo te zien kunnen we hem aandrukken en staat hij perfect en kan die vastgezet worden. Altijd stevig tegen het stelkozijn aandrukken. Dat hij altijd een goede aandrukking tegen het stelkozijn heeft. Deze ook, voordat we hem vastzetten, drukken we hem aan. Dat mag met de hand of met de klem. We gaan nu als eerste de diagonale van het kozijn meten. De onderkant is compleet waterpas. Het staat ook zo recht en zo helemaal recht. We meten deze diagonaal. Die moet gelijk zijn aan die diagonaal. Lukt dat niet? Mag er maximaal per meter kozijn, of per meter, als dit 2 meter zou zijn, mag er maximaal 1 millimeter per meter in zitten. Dus als deze diagonaal 2 meter is, mag er maximaal 2 millimeter in zitten. We gaan natuurlijk ervoor dat het helemaal perfect is. Dus als je hem zo erin houdt, moet hij straks aan de andere kant ook zo. We houden dit punt aan. Maar dat deze langer is. Deze is langer. Deze is langer. Hij staat wel perfect hoor, moet ik zeggen. En aan de is die waterpas. Want als snel we zijn, hebben we net al waterpas gezet. Dus als we hem nu klemmen, maar we checken het wel altijd. Oh, altijd klemmen. Met die perfecte klemmen, ja, mag vast. Het enige dat er nu nog zou kunnen gebeuren is dat als hij de schroeven aandraait, dat het kozijn gaat golven. Dus dat gaan we nog even checken met de waterpas. Nou, dus hier een beetje aan. Hier een beetje aan. Checken. Je ziet dat we de kozijnschroeven, de Torx betonschroef, eerst een keer erin en dan weer losschroeven om vervolgens weer vast te schroeven. Dit doen we omdat de eerste keer de schroefdraad snijdt in het profiel en dan heb je kans dat de stijl wordt tegengehouden. Daarom halen we de schroef altijd nog een keer los en schroeven hem vervolgens weer vast. Aan de bovenzijde weer opletten dat je niet te lange schroeven gebruikt. We nemen hier een schroef van 6 cm die net door het kozijn en door het stelkozijn gaat en net nog een stukje van die spouwlat pakt. Let hier echt op dat je geen te lange schroeven gebruikt, want je schroeft zo door het lood en je hebt gelijk lekkage. Na het plaatsen van het kozijn en alles te hebben vastgezet, de diagonale kloppen en de waterpas klopt, gaan we de folie verwijderen. Binnen en buiten halen we alle folies er gelijk af. Nu gaan we het draaikiepraam erin zetten. Bij de onderkantscharnier steekt het palletje uit. Hier en hier en hier hebben we een gaatje en daar stoppen we hem in. Aan de bovenkant wordt die dan vastgezet door middel van de pen. De pen erin en het raam hangt erin. Kapje kan erop. Nu hebben we hier het kozijn ook helemaal gezet. En nu zie je ook dat we hier heel strak zitten.
en we hebben hier veel meer ruimte. Maar dat is echt iets wat hier in de muur zit. De muur is hier niet waterpas of haaks. Straks bij de afwerking gaan we dat helemaal netjes recht maken. Nu gaan we de ruit erin zetten. Als wij de kozijnen leveren, doen wij alle glasblokken waar ze horen te zitten, stoppen wij er alvast in. Dus als u een blokje ziet, een plaatje ziet zitten, weet u dat daar ook een blokje moet. In principe, dit is een vast glas, wordt alleen aan de onderzijde 15 tot 20 centimeter uit de hoek en rechts ook een plaatje van 5 mm onder de ruit gedaan. Let daarbij goed op dat die goed onder alle tweede ruiten staat. Dus we tillen de ruit op en we zorgen ervoor dat het blokje er goed onder zit. En dat doen we aan deze kant ook. En dan gaan we de ruit verdelen. Deze blokken hier aan de zijkant, die gaan er alleen maar in voor de inbraakwerendheid. Dus wat ertussen past, doen we daartussen. Zodat een inbreker niet deze stijl om kan drukken. Dat hij dan tegen de ruit aan zit. We beginnen altijd met de kortste glaslat en daarna pas de langste. Dit is omdat glaslatten erg stug zijn. De kortste buigt minder eenvoudig dan de lange en dan is dit dus makkelijker. Als de glasplaat niet makkelijk of te zwaar gaat, moet je echt gelijk stoppen. Want dan heb je de kans dat dit blokje achter de ruit zit en dan sla je de ruit kapot. Dus je slaat eerst de hoeken erin en als de hoeken goed zitten, dan kan je hem zo voorzichtig doorslaan. We stellen het raam met de blokjes. Er doet nu een 3 mm blokje ertussen in plaats van 5. En nu kijkt hij of het raam sluit. Ja, dat is de dry keep begrenzer. Het raam functioneert goed. Hier hebben we aan de linkerzijde het scharnier. Vanuit daaruit gaan we werken. Hier doen we 5 mm, hier doen we 5 mm. Deze diagonaal trekken we door naar boven. Hier 5 mm en hier kan nu 3 mm tussen. En nu werkt het raam goed. Dus deze diagonaal vanuit de onderkant van het scharnier, die zorg je, daar stel je je raam mee dat die goed gaat. Soms moet hier 1 mm tussen, soms moet hier 7 mm tussen. Wat ertussen moet ertussen. Het enige wat we nu nog moeten doen is hier een blokje wat ertussen past en hier ook. En dat is ook weer voor de inbraakwerendheid, dat als ze een koevoet ertussen kunnen zetten, doen ze dat altijd bij een krukje en kunnen ze dit niet omtrekken. Past daar 1 mm tussen, 1 mm ertussen. En als laatste doe je hier ook een blokje wat hier tussen past. Niet de ruit omhoog gaan drukken, gewoon wat ertussen past. Dat is voor als de ruit toch nog iets zou gaan zakken, dan steunt u op dat blokje. Maar verder is de diagonaal, dus hier en linksonder, belangrijk.
flesvakjes. Check of het raam wat doet. Ik hou de ruimte vast. Dit is de, nu kunnen we het krukje niet draaien. Er zit een beveiliging op. Dit knopje, als je die indrukt, kan je het knopje wel draaien. Als je hem nu zo zet, heb je kans dat het raam zo in de stand gaat. Het kan ook gebeuren als je heel snel het krukje draait terwijl je eraan trekt. Kan dat gebeuren. Is er niks aan de hand, duwt de raam terug. Deze druk je weer in en doet het krukje terug en hij doet het weer. Deze is ook verstelbaar door rechtsom te draaien. Draai hem in, linksom te draaien, draai hem uit. Mocht hij hier tegenaan lopen, dan dat moet. Maar als die heel hard bonkt, kan je deze een beetje indraaien. Of uitdraaien.